Welkom bij Haaksbergen in beeld. We beginnen nu aan een serie van gesprekken met raadsleden uit de gemeente Haaksbergen. U krijgt dan een beeld hoe de raadsleden denken over de Haaksbergse politiek. Het zijn mensen die u vertegenwoordigen in de raad. Vandaag zit tegenover mij Tanja Jansen. Goedemiddag, Tanja. Goedemiddag. Fijn dat je er even tijd voor vrij hebt kunnen maken. In het drukke politieke spel op dit moment. We gaan zometeen wat vragen aan u stellen. Of aan jou stellen, want we hadden afgesproken dat we zouden tutoyeren. Laten we maar beginnen met het makkelijke. Wie ben je? Vertel iets over jezelf, je opleiding of iets wat je gewoon kwijt wilt. Oké, dankjewel. Nou, ik ben Tanja Jansen, geboren Haaksbergse. Ik ben gespecialiseerd thuisbegeleider bij een grote organisatie hier in het oosten van het land. Mijn specialisatie is, ik ben kind, gezin en opvoedcoach. Met als specialisatie autisme. En wat wil je nog meer van me weten? Ik ben 58 recent geworden, 2 volwassen kinderen. Wat zou je nog meer willen weten? Fijn, dan weten we in elk geval al een beetje van je. Waar woon je in Haaksbergen? In het centrum. In het centrum? Ja. Dus bekend met het centrum van Haaksbergen? Ja. Tevreden of ontevreden over het centrum van Haaksbergen? Nou, ik ben blij dat er nu aan gewerkt wordt. Fijn. Ik denk dat we allemaal als Haaksbergenaren daar erg blij van worden. Dat je in de Molenstraat in elk geval weer wat ziet. Daar gebeurt weer iets. Ja. Voor welke partij zit je op dit moment in de raad, Tanja? Niet alleen voor dit moment. D66. Het is momenteel in elk geval D66. Ja. Oké. Dan heb je natuurlijk een politieke overtuiging. Hoe wordt deze politieke overtuiging gestuurd of hoe is die gestuurd? Door wie? Door wie of door welke ideeën? Eigenlijk van kinds af aan ben ik onbewust betrokken geraakt bij de politiek. Mijn vader is voormalig gemeentesecretaris in Haaksbergen en was betrokken bij CDA. En de partij Kleur vonden we eigenlijk, ja, misschien destijds nog wel, maar ja, dat is nu wel wat anders, is nog niet eens zo relevant. Maar denk je dat het beter kan, steek je handen dan uit de mouwen. En ik heb heel erg gekozen voor D66 omdat het bij mij past. De inzichten die ik daar krijg en daar ook mag ventileren, zou ik maar zeggen. Dat past bij mij. Okay. En dat vind ik het belangrijkste. Daarom ben ik echt van D66 vrouw. Wat is nu precies het specifieke van D66? Waarom jij zegt van, ik heb D66 gekozen? Nou, voor mij is het heel belangrijk om je in te zetten voor sociaal domein. Daar zijn wij heel actief in. En uiteraard zijn dat ook meerdere partijen. Maar dat was voor mij, naast de duurzaamheid en heel veel andere zaken die heel erg belangrijk zijn bij D66, vond ik sociaal domein. Was voor mij eigenlijk de overweging om voor deze partij te gaan. Het duwtje wat je moest krijgen om voor D66 te kiezen. Ja. Ja, prima. Waarom woon je in Haaksbergen en niet ergens anders? Ik ben een paar keer weg geweest. Ik denk dat ik toch, zonder mensen tekort te doen, maar het knutterige, het elkaar kennen, dat mij elke keer weer naar Haaksbergen trekt. Ik vind het hier prettig wonen. We kunnen nog veel verbeteren. Maar wensen moeten blijven, dat is ook niet erg. Maar Haaksbergen heeft wat mij betreft alles. En dat betekent
nou ja, een mooi centrum. In die zin, daar wordt hard aan gewerkt. Maar we zitten dicht bij een stad. Het is hier toch rustig. Ja, het heeft alles. En een theater, waar ik veel gebruik van maak. Een zwembad. Vroeger ging ik veel zwemmen. Ook met, toen de kinderen klein waren, was het zeer plezierig om daar naartoe te gaan. Diverse sportverenigingen. Ja, wat wil je nog meer? Dus Haaksbergen kan jou ja, toch helemaal als inwoner omarmen. Of jij omarmt Haaksbergen. Ja, nou zeker dat tweede. Het is, ja. Dat is heel fijn in elk geval. Ik heb net al gehoord wat je specialisaties zijn in je beroep. Maar is dat ook de specialisatie die jij in de raad wilt gaan uitoefenen? Ja, dus ik heb samenleving en bestuur. En ja, dat vind ik ook heel prettig. Ik denk ook vanuit mijn werk dat ik daar best het een en het ander van weet. En dan praat dat ook wat makkelijker. De verdieping erin is natuurlijk in volle gang. Want er liggen zoveel dossiers waar ik uiteraard nog lang niet alles van weet. Maar ik voel me wel thuis bij, of ik voel me thuis bij D66. En dat heeft onder andere te maken met de manier waarop ze me meenemen in het hele proces, in de dossiers. Ja, ja. Daar wordt veel tijd en aandacht aan besteed. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Maar jullie zitten met z'n tweeën in de raad. Dus het is behoorlijk aanpoten, want je zult alles ook met z'n tweeën moeten gaan verdedigen of naar voren moeten brengen. Ja, dat is natuurlijk wel een hele opgave. Heb jij verder nog ambities binnen de politiek? Oh. nou, laten we dit maar eens eerst goed oppakken en een mooie basis leggen. Vorige periode zaten we natuurlijk ook met twee raadsleden. Harry Belsoff heeft het heel lang mogen doen. En ik ben ook heel blij dat Harry ons volop blijft steunen achter de schermen. Want hij heeft natuurlijk vreselijk veel kennis. En ik ben blij dat hij daarin nog steeds actief en bereid is om ons te ondersteunen. Maar wat ik op dit moment het belangrijkste vind, is een hele goede basis leggen als kerstverse raadslid. En dan gaan we over 4 jaar wel weer verder zien. Oké. Nou, nog één open vraagje. Waar ik echt wel benieuwd naar ben. Wie is jou in jouw partij? Wie is het jouw voorbeeld? Mag het ook landelijk zijn, hè? Ja, ja. Ja, ik wil heel graag zeggen, en eigenlijk is dat ook zo, en met name omdat het een dame is, mevrouw Kaag. En dat heeft met name te maken met haar uitstraling. Ik vind het echt een vrouw van de wereld, van deze tijd. En zij is wel, ja, zij is wel een voorbeeld, zeker. Een voorbeeld. Ja. Prima, dankjewel. Nou, ik denk dat we nu wel een klein beetje weten wie Tanja Lammers... Nee, Lammers niet. Nee, dat is een andere. Dat is van, ja, van ook de heel actief in Haaksbergen. Ja, zeer zeker. Ja. Tanja Jansen is. Ik wil je nou enkele stellingen voorleggen waar je op kunt reageren. Maak het me niet te lastig. Nee, ik zal proberen dat... het viaduct over de Buurse straat kan wat mij betreft wel weg. Niet zo kort door de bocht. Zeker niet. Want dan moet er heel goed gekeken worden naar veiligheid voor het verkeer van de nabuurzen. Dus dat is de bottleneck volgens jou? Dat zou kunnen, ja. Nou ja. Financieel is daar nog iets... is dat ook nog een belemmering? Zeker, of een... tuurlijk. Maar het moet in een geheel plan worden meegenomen. De hele verbetering en optimalisering van de... Oude N18, zeg maar, ja, ja. Die zal een upgrade moeten krijgen. En ja, daar hoort het viaduct ook bij. Ja, ja. Dus we zijn benieuwd wat D66 in september in de raad zal beslissen over het viaduct. Ja. Dat, maar daar zal ik straks ook Gert-Jan nog wel een keer over ondervragen. Doe dat. Ja.
We hadden het net al over het zwembad, waar je dus met je kinderen in al van veel bent geweest. Maar ik heb er een stelling over. Het zwembad De Wilder is te duur voor de gemeente. Ook dat is iets genuanceerder. Ja, op dit moment, omdat het niet meer aan de eisen voldoet van energiezuinige toestanden enzovoort enzovoort. En het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dus ja, dan is het te duur. Punt. Oké. Okay. Want dat was okay. De vraag. Ja, ja, dat was de vraag. En ik hoorde ook dat je veel gebruik hier maakt van het theater en van ons cultuurhuis. Dus ik heb de stelling, de kappen moet open blijven. Absoluut. Absoluut. Dus de kappen kan rekenen op steun van D66 als het gaat over het open blijven van de kappen. Zeg je het zo goed? Ja, absoluut. Ik hoop dat we u daaraan mogen houden. Maar, ik ga wel even een toevoeging doen, want het woord subsidie wordt niet genoemd. En dat wil ik dan, dat is dan nog wel een dingetje. Maar absolute kappen moeten overblijven. En hoe en met welke middelen en hoe dat allemaal gefinancierd moet worden, dat is een heel ander verhaal. Oké, dank u wel. Sociale woningbouw is belangrijker dan particuliere woningbouw in Haaksbergen. Ook daarvan ben ik heel snel genoemd ja. Maar we moeten wel kijken naar vraag en aanbod. En ik denk dat op dit moment sociale woningbouw voor mij meer de voorkeur heeft. Ook gezien de hele stroom aan mensen die direct een woning moeten hebben. Maar ook het feit dat jonge Haaksbergenaren Haaksbergen verlaten omdat hier geen woonmogelijkheid zou zijn. Ja, dat vind ik wel ernstig. En ja, ik zou bijna zeggen, ook niet nodig. Dat is het ook zeer zeker, denk ik. Lidl komt in de supermarkt aan de markt. Vraag dat dan aan mij. Ja, ja. dat er iets gaat gebeuren aan de markt, dat wordt tijd. Hè, dit speelt al 35 jaar. Wat ik net al aangaf, mijn vader was destijds ook bij de gemeente betrokken en heeft zich daar ook al mee bezig gehouden. Dus het staat als rode lijn door mijn hele leven zo ongeveer. Dus ja, er moet wat gebeuren. Moet dat de invulling, moet dat de Lidl zijn? Ja, wat mij betreft niet. Oké. Maar het is wel zo dat de dochter wil het werk van de vader nu gaan afmaken. Ik hoop het zo. Ja, ja. Ik hoop het van ganse hart. Nou, ik denk dat er heel veel mensen in Haaksbergen daar ook op hopen dat er in elk geval iets gaat gebeuren. We hebben de mooie industriegebieden hier rondom Haaksbergen. Maar moet alle industrie weg? Dat is even de stelling. Alle industrie moet weg uit het centrum. Is ook een lastige. Want waar, wat valt er binnen het centrum en wat valt nou, er dan in de industrie? Noem even Voigt. Nou ja, valt Voigt net binnen het centrum of net niet? Ja. He, dat is maar ja, even ja, de vraag. Dat valt er binnen. Dat valt er binnen. Ja. Ik denk dat Voigt op een best ongelukkige plek zit. Maar Voigt ontwikkelt zich wel heel goed. Hebben recent weer een investering gedaan. En daar gebeurt wat. Als Voigt daar weg zou gaan in de toekomst, is dat een geweldig mooie plek voor woningbouw. Voor de inbreiding is dat een uitstekende plek, denk ja. ik ook. Dat ja. is absoluut een feit natuurlijk. Ja. Ja. Maar soms moet je ook dingen te wensen overhouden. Ja, en ook de hele ontwikkeling zijn gang laten gaan, ja, denk ik. Nou ja, dat ja. is ook zo. Ja.
Ik hoorde je net ook zeggen dat je iets met onderwijs in elk geval hebt, met opvoedkunde enzovoort. We hebben hier natuurlijk behoorlijk aanbod aan onderwijs. Maar waar ik even een stelling over heb, is de volgende. Het voortgezet onderwijs in Haaksbergen krijgt een nieuw gebouw. Ja. Waarom? Omdat het huidige niet meer voldoet. In welke zin? In de meest brede zin van het woord. Ook de hele ontwikkeling binnen onderwijs. Het aanbod daarin is zo veelzijdig dat het huidige Assenk, de beide locaties, daar niet voldoende ruimte voor hebben. En ook niet meer voldoen aan de eisen. Er komt absoluut een nieuwe Assenk. Er moet een nieuwe Assenk komen. Ja, absoluut. Ja. Dus het gebouw niet aanpassen aan het onderwijs, maar een nieuw gebouw. Ja. Op die manier. Ja. Oké. Nou, we weten een heel klein beetje nu hoe Taya Jansen denkt over Haaksbergen. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. En graag tot een volgende keer. Dank je wel. Haaksbergen in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Haaksbergen. Wij zijn te vinden op radio, internet en social media. Lijkt het jou leuk om te presenteren of reportages te maken voor RTV Sternet? Word dan vrijwilliger. Stuur een mail naar info@rtvsternet.nl. Voor meer informatie kun je ook kijken op www.haaksbergeninbeeld.nl.